Welkom allemaal. We zijn vanavond bij elkaar voor een onderdeel van het agroforestry-programma van een van onze partners, namelijk Lekker Landschap. Het is een van de systemen die je kan zien op Utopia-eiland. En het is onderdeel dus van ons agroforestry-programma op de Floriade voor agrariërs en vakspecialisten. En dat programma is nog veel uitgebreider. We hebben al een aantal introducties gehad, ook met de veldexcursies die we doen met onder andere een akkerbouwer, een veeteler en een notenteler. En dit is weer net een andere benadering van renderende landschapselementen die ook super interessant is. Dus waar ik jullie graag voor uitnodig om daar naar te kijken. Maar om dat te introduceren loop ik nog even langs de introductie eiland. Dus dat zien jullie ook rechts onderin. Dat is een beetje dat flubbertje wat aan die hele Floriade hangt. Eigenlijk het mooiste plekje van de hele Floriade is het agroforestry-perceel. En hier zie je ook een zicht van bovenaf. Waar gewerkt wordt door de partner Erf om de strokenteelt in te richten. En wat we op Utopia-eiland doen, zijn eigenlijk drie dingen. De demonstratie van die 8 systemen, waarvan Lekker Landschap, wat we vanavond horen, dus één van is. Vervolgens de verbindenis met de ondernemers. Dat zijn de start-ups tot de gevestigde akkerbouwbedrijven. Dus de partners op het eiland, maar ook de studenten en de hogescholen. En we hebben dus een programma voor agrariërs, zowel op Utopia Eiland, maar ook op onze veldonderzoeklocaties. En dat is eigenlijk interessant voor alle agrariërs, want we denken dat het niet uitmaakt of je regulier bent of bio. Iedereen die kan ecosysteemherstel doen. Dit is een beetje een sfeerbeeld van hoe we werken met vrijwilligers op Utopia Eiland. Wat we op Utopia Eiland doen is veel intensiever dan wat een boer zou kunnen doen. En we hopen dus ook dat wat we leren en ervaren op Utopia Eiland ook de goedgelukte dingen opgeschaald kunnen worden bij de boeren, daaruit geprobeerd kunnen worden. En dan in het programma Boeren, we leren van boeren, ook weer de ervaringen gedeeld kan worden weer met andere boeren. Dus zo gaat het in zijn werk. En dan geef ik nu het woord aan Gert-Jan Jansen, want die gaat over de hagen en singels vertellen die mooi en renderend zijn. Nou, dit is het begin. Mijn naam is Gert-Jan Jansen inderdaad. Heel korte introductie. Ik ben gewoon een tuinderszoon uit Twello. Heb ik mijn hele leven in de tuinbouw gezeten. Heb in Wageningen gestudeerd. Tuinbouw ook en tropische plantenteelt. En ben laatstelijk, samen met Lorette, hebben we leiding gegeven aan Hof van Twello. En op Hof van Twello hebben we eigenlijk al een jaar of 20 zijn we bezig geweest met hoe kun je nou een landschap inrichten zodanig dat dat landschap niet alleen maar geld kost. He, subsidies of andere kosten, maar dat het ook wat kan opbrengen. Dus een mooi landschap wat ook nog wat opbrengt. Volgende graag. En daar hebben wij aan gewerkt door te zeggen van daar moet je eigenlijk dat landschap vermarkten. Daar moet je dus zien iets mee te doen wat geld opbrengt. Dus je maakt er producten van. Je kunt ze in een potje stoppen, maar je kunt ze ook misschien vers verkopen. En daar gaan we dus nu verder op in. Hier zie je links een aantal potjes en rechts, maar goed, daar komen we nog wel weer terug. De hamvraag is, je kunt wel zeggen van ik wil een renderend landschap, maar wat bedoel je onder renderend? En daar kan je dus ook nog verschillend over denken. Mijn uitgangspunt is dat de grondeigenaar wat kan verdienen aan zijn landschap. Zoals een boer wat moet verdienen aan zijn grond. Anders kan hij niet blijven bestaan. In dit geval met een renderend landschap praten we over een additioneel inkomen. Dus een extraatje, zoals een camping dat kan zijn of een winkel. Of andere activiteiten die een boer kan opzetten naast zijn hoofdactiviteiten. Maar het doel is wel geen subsidie, dus daardoor ook minder kwetsbaar. Dat moet je nooit vergeten. Als je geen subsidie nodig hebt, ben je ook minder kwetsbaar. En daardoor is het ook duurzamer wat je doet. Zowel voor het landschap, de ecologie, als voor jezelf als grondeigenaar. De volgende. Kijk, we hebben 70 jaar kapitalistische landbouwontwikkeling gehad en ons land neigt ertoe om te worden zoals we het hier op dit plaatje zien. En eigenlijk is iedereen er wel van overtuigd dat de landbouw in zijn ontwikkeling over zijn top is gegaan. We moeten wat anders. Het is te grootschalig geworden. Het is exportgericht, de twee hoofdpijlers van het beleid van het ministerie van Landbouw. Maar het leidt tot uitstoot van mensen, het leidt tot uitstoot van arbeid. Daardoor verschraalt het landschap en verschraalt ook de samenleving. Dat weten we allemaal.
Het is niks nieuws, maar de vraag is, hoe gaan we daar nu een antwoord op formuleren? Volgende. Kijk, dit is het landschap wat mensen die daar geboren zijn heel erg mooi vinden. De wind om je oren, het weidelandschap. Maar de meeste Nederlanders zullen toch liever een wat ander landschap zien. De volgende graag. En dan zie je dus meer dit. Dit is een landschap zoals mensen dat heel graag weer zouden willen zien. Met houtwallen, met hagen en singels, met bossages en poelen. Met traditionele landschapselementen. De vraag is alleen, hoe maak je die rendabel? Ja, volgende. Kun je, en dan kom je bij de vraag die wij bij Hof van Twello hebben ontwikkeld, zeg maar. Kun je oogstbare hagen en singels ontwerpen? Kun je dus landschapselementen terugplaatsen in het landschap waar ze eerst zijn verdwenen? Maar dan niet helemaal in de traditionele zin, maar op een nieuwe manier. Zodat je met andere gewassen, soms met andere plantsystemen, toch iets kan oogsten uit die nieuw ontwikkelde landschapselementen. En dan zijn de vragen, hoe kun je ze oogsten? Hoe kan je het verwerken? Hoe kan je het verkopen? Ja. Hier zie je bijvoorbeeld een historisch renderend landschap, zoals het was. Zoals het nog steeds is trouwens op het Deventer stadsland. Hier zie je een houtwal, die is minimaal 150 jaar oud. Het was ooit een prima veekering, daar was die ook voor bedoeld. Het leverde geriefhout op. Er stonden oogstbare struiken in, die kun je nog steeds zien. Het leverde medicinale kruiden op. We hebben daar in die oude houtwal nog vlechtheg-elementen gevonden die meer dan 100 jaar oud waren. Dat deden ze toen. Dus deze houtwal, deze singel, die voldeed aan het toenmalige doel. Volgende. En deze ook bijvoorbeeld. Dit is een haag, zoals die rondom onze walnoten aanplant staat, is traditioneel geplant. Met meidoorn, met hondsroos, met Spaanse aak, hier en daar een vlier. Was ooit een prima veekering. Nu voldoet hij voor ons ook goed, want de mensen komen niet zo van de weg af in mijn walnootboom gaan. Dat scheelt ook alweer. Hij voldeed dus aan een toenmalig doel. Soms dan zie je dat een landschap zich spontaan herstelt. Hoef je er niks aan te doen. Bijvoorbeeld hier zie je wat een beetje een vervallen oude haag. En daar is spontaan vlier in gekomen. Soms zie je er ook walnoten in. Die zie je overal weer terug in het landschap. En die kan je natuurlijk gaan benutten. Dus dat is een potentieel additioneel inkomen voor die eigenaar als hij dat zou zien. Dan zou hij die vlierbloesem kunnen oogsten. Hij zou de vlierbessen kunnen oogsten. Dit is dus een spontaan, herstellend, renderend landschap. Ja. Je ziet het ook wel eens met andere dingen. Hier links op het plaatje zie je bosandoorn. Rechts zie je witte dovennetel. Die kun je gaan beheren. Als dat zich voordoet op je land, dan kun je zeggen, joh, ik ga die bosandoorn, dan ga ik eens een beetje tussen wieden. Ik ga die witte dovennetel ook wat meer ruimte geven en dan kan ik ze oogsten en verwerken. Daar komen we zo nog wel op terug. Je ziet dus dat je dan wel weer wat moet gaan doen in dat landschap. Het landschap is niet zomaar daar voor jou waar je dan verder niks aan hoeft te doen. Je moet er wat aan doen. Volgende. Tegenwoordig zie je ook veel gemiste renderende landschappen. Dit is een landgoed zoals het momenteel in Twello wordt ontwikkeld. We hebben ze weer een prachtige meidoornhaag geplant. En dan denk ik, ach ja, prachtig. We hebben in ieder geval het landschapselement terug. Het breekt, het grote veld. Het is wel mooi, maar je mist hier een potentieel additioneel inkomen. Dat is dan toch jammer, zou je kunnen zeggen. Volgende. Een modern renderend landschap, die hebben we zelf aangelegd. Dit is onze eigen walnoten aanleg, aanplant. En je ziet die walnoten daar staan. Er staan aardappels tussen hier en daar. We tillen er ook andere gewassen tussen. En daar vooraan zie je die heg die we net ook al zagen. Die een prima traditionele her is die ook nu weer functioneert. En links zie je een singel die we in 2004 aangeplant hebben met allemaal oogstbare heesters en opgaande gewassen. Daar komen we zo nog wel even op terug. Ja. Toen die singel pas was aangeplant, hebben we daar nog veel in geoogst. Hier zie je dat mensen sleedoorn aan het oogsten zijn. En daar kan je slowgin van maken. En dus, met andere woorden, je kunt daar dus iets uithalen wat je kan vermarkten. In die singel stonden ook nog allerlei andere gewassen, volgende graag. En die singel die is 15 jaar later, waar de jongens net aan het oogsten waren, is die wat uit zijn krachten gegroeid. Ik was een beetje te druk met Hof van Twello om dat ding goed bij te houden, helaas. Maar er stond in hazelnoot, er stond walnoot in, er stond sleedoorn in, vlier, cornoeien, wilde kers en robinia, pseudoacacia voor de stikstofbinding. Elke 10 meter stond er staan een grote robinia.
En deze haag wil die weer echt goed oogstbaar worden, hè, zodat je er alleen al bij kan, want het is allemaal veel te hoog geworden, moeten we hem snoeien. Ja, volgende plaatje. Dus heb ik ook deze winter gedaan. Ik ben vorig jaar met Hofentwello gestopt, dus ik heb ook weer wat meer tijd. En de sleedoorn is wat teruggedrongen. Die gaat nog half een keer als je die zijn gang laat gaan. De hazelnoot is teruggesnoeid, waardoor die weer lagere takken gaat maken, waardoor je ook weer beter erbij kan. En er is een nieuwe ruimte gecreëerd om daar weer planten bij te zetten. In dat stukje, dat hele bruine stuk, was allemaal sleedoornopslag. Ja, volgende. Hier zie je dat wat ik heb gedaan dit voorjaar. Er is hier op het plaatje zie je smalle wegbree. Heb ik een veldje aangelegd. Elders hebben we ook bosaandoorn geplant, berenklauw, brandnetel, kaarsjeskruid. Allemaal gewassen die nu weer een kans krijgen aan de voet van die singel. Even een tussenstop. Je merkt dat ik een duidelijk teeltkundige benadering heb. Mijn afkomst verraadt zich niet, ook op dit punt niet. Maar het is ook echt gefundeerd in ervaring. Je kunt een landschap wat je wilt benutten, moet je beheren. Het gaat niet vanzelf, het blijft niet vanzelf. Het is altijd in ontwikkeling. Je hebt dus sturing en onderhoud nodig. En voor je vermarkting zul je een korte keten moeten ontwikkelen. Dat kun je zelf zijn. Hofentwello was zijn eigen korte keten. Van productie tot verkoop in de winkel en zelfs in de horeca. Maar je kunt ook samenwerken met andere partijen. En dat is nou precies wat we in het project Lekker Landschap Kommerijn doen. Er zijn een aantal partijen bij elkaar gekomen. Van telers tot en met verwerkers en verhandelaren, verkopers, gebruikers. Die samen vormgeven aan het benutten van dat landschap. Ja, volgende. En ook op de Floriade laten we nu zien hoe je dat kan benaderen. En er is niet één weg naar Rome, laten we dat vooropstellen. Er zijn een heleboel wegen naar Rome. Hier zie je dat bijvoorbeeld ook altijd uitdrukking gebracht in een smalle en een brede strook. Hier zijn de jongens aan het planten, de haag. Dan wordt hier aangelegd met grootvruchtige variëteiten. Van vlier, hazelnoot, konoeien, honingbes en krentenboom. Er staat tuna tussen, die beroemde uiensoepboom. En rimpelroos voor de bloemblaadjes. Lekker Landschap Kommerijn legt dit landschapselement aan in opdracht van Stichting Weerwoud op de Floriade om te laten zien wat zou je nou kunnen. De volgende graag. Wij planten rondom deze haag allemaal kruidachtigen die samen naar verwerking een drinkbouillon opleveren. Lorette gaat er zo meteen nog wel even verder op in. Maar in die drinkbouillon zitten dus allerlei kruidachtige gewassen die wij in blokken telen rondom die heesters. Dus niet alles door elkaar. Dat is heel lastig met oogsten. Wij zeggen, die biodiversiteit is prachtig gediend bij kleinschalige blokjes. Geen enkel probleem. Dus we hebben daarin zitten kraailook, zevenblad, berenklauw, vogelmuur, brandnetel, witte dovennetel, kliswortel en kaasjeskruid. Een enorme aantal gewassen die we naast die heesters hebben aangeplant. Ja, volgende. En je ziet hier dat we laten zien dat je dat op meerdere manieren kan doen. Rechts is Lorette aan het inplanten in een smalle strook, van maar 50 centimeter breed, iets meer. Links hebben we 1,5 meter genomen. Het ligt dus helemaal aan jouw eigen situatie wat je kan doen. Heb je veel ruimte? Heb je veel tijd? Heb je veel handen tot je beschikking? Dan kun je ook veel meer van die kruidachtigen zetten. Heb je wat minder tijd, minder ruimte, minder mogelijkheden? Dan kun je naar een smalle singel gaan en een smalle aanplant. Dus dat is echt een beetje aan jezelf hoe je dat wil invullen. Het principe blijft hetzelfde. Teeltkundige benadering. Volgende graag. Zo zijn we in het Krommerijngebied ook bij een behoorlijke grote boer. 250 melkkoeien. Die wil meedoen met het programma van Albert Heijn. En Albert Heijn heeft dat milieuvriendelijke programma. Die zegt, oh ja jongen, maar dan moet je die kale weilanden van jou wel een beetje gaan doorbreken met leuke aanplanten. Je moet de bodem goed gaan beheren. Je moet een grotere biodiversiteit gaan aanleggen. Dus Willem van der Horst die stond open voor een benadering om daar dus ook een singeltje aan te leggen met allerlei heesters. Op de linkerfoto zie je de aanplant van vorig jaar. Toen waren wij er nog niet bij betrokken, maar je ziet wat er gebeurd is. Een heleboel van die toen veel te kleine planten zijn doodgegaan, zijn overwoekerd door het gras. Dus de eerste les was ook gewoon, als je dat nou weer herstelt, zorg dan dat je op een kale grond begint. En dat is echt een uitgangspunt. Zomaar tussen het gras iets planten is heel leuk en aardig, maar dat gras gaat groeien
Je krijgt een ongelooflijke concurrentie tussen die twee. Zorg nou gewoon dat je een open stuk maakt. En in mijn opinie had het zelfs nog wel ietsje meer gemoogd hier. Waardoor je er bijvoorbeeld ook nog eens even met een freesmachine langs kan. Waarom niet? Als je die heesters in een rechte rij plant, kun je op een hele rationele manier die haag beheren. Desondanks is dit een enorme stap vooruit. Want met een heel klein beetje onderhoud kun je deze singels wel in leven houden. En ook goed zich laten ontwikkelen. De volgende. En dan zie je dat dat land van Willem, wat voor kort dus één groot weiland was. Hier zie je dus de lijnen, al de contouren al een beetje in het veld liggen. Waar zo meteen die hagen zullen staan en die dat landschap zullen gaan breken. En dat is wat we mooi vinden, maar wat we dus ook nuttig gemaakt hebben voor hem om het oogstbaar te maken. Ja, volgende. Zo doen we dat ook bij het Binnenbos in Driebergen, ook vanuit het Kommerijngebied. Daar is het wat natter. Dan hebben ze toch ook wel op een redelijke kale grond hebben ze dingen ingeplant. Dat maakt het later echt veel en veel makkelijker dan dat je dat niet doet. Het is daar nat. Je ziet dus wel dat ze in het middelste plaatje, ook in het linker plaatje, vaak van vrij klein materiaal zijn uitgegaan. Mijn aanbeveling is, ga van minimaal 3-jarig hout uit. En dan heb je toch gauw al een centimeter of 60, 70 te pakken, waardoor het toch makkelijker is om het te onderhouden. Maar desondanks is hier toch een schitterende aanplant gepleegd. Ze zetten daar ook bomen tussen. En dit ding gaat ze nut bewijzen, want zij gaan hier de moerplanten van gebruiken om stekgoed te maken voor een voedselbos wat erachter wordt aangelegd. Dus dat is een hele nuttige aanplant. Oogstbaar en ook nog vermeerderbaar. Ja, volgende. Nou, dan laat ik hier mijn verhaal even zitten. Lorette neemt het nu over en gaat in op hoe je de boel ook kan verwerken. Mensen kijken er vaak vreselijk tegenop, maar het is veel makkelijker als dat je denkt. Daar kunnen wij over meepraten. Lorette, aan jou. Ja. Bedankt. Ja, hallo, ik ben Lorette van Sobbe, partner van Geert-Jan. Hiervoor deden wij samen Hof van Twello inderdaad. En ik was daar betrokken als, zeker voor de horeca, productontwikkelaar. En mijn specialiteit is eigenlijk eetbare wilde planten al heel lang. Ik heb er ook een paar boeken over geschreven en ik geef workshops. En ik gebruik wilde planten heel veel op allerlei manieren. Bij Hof van Twello heb ik dat verder kunnen ontwikkelen. Dus we hebben inderdaad voor de winkel veel verschillende gewassen verwerkt tot verse en houdbare producten in de winkel. En we hadden een restaurant en een daghoreca, een tapasbuffet 's avonds. En daar heb ik ook heel veel verschillende soorten wilde planten in verwerkt. En dat had tot gevolg dat Geert-Jan, die natuurlijk over de teelt ging en over de landinrichting, dat we steeds nauwer gingen samenwerken. Want we hadden een groter veld bosambeur nodig en een groter veld brandnetel, et cetera. Dus dat was een hele leuke dynamiek. En zoals Geert-Jan al zei, waren onze eigen korte keten. Dus we hadden eigenlijk alle aspecten in eigen handen. Dus daar hebben we allebei veel van geleerd. Zowel wat betreft landschap, inrichting, optimaal gebruik van de oogst. En het merken hoe je een oogst zo rendabel mogelijk kan maken. Nou, dus allemaal nog steeds hebben we het over kleinschalige verwerking. En nu doen we dat samen onder de naam Flora Rendering Landschap. Nou, Geert-Jan heeft net die foto's laten zien over de wandelboomgaard met die hagen. En daar hebben we gebruikte planten van. Onder andere de onderbegroeiing in die hagen. Maar we telen ook wat griswortel, berenklauw. En we verzamelen op andere plekken in ons eetbare landschap. Nou, hier zie je dus inderdaad die droogruimte voor vierbloesem. Dit is nog van Hof van Twello, maar wij doen het nu ook weer. En dat verkopen we in de theetuin. We hebben zelf ook een vegan theetuin. Dus we verkopen het daar op de kleine kaart, maar ook in zakjes, want het is erg geneeskrachtig. Dus wat ik erg leuk vind als productontwikkelaar en als producent al, is het optimaal benutten van de waarde van al die hele bijzondere eetbare planten, inheemse planten, de voedende kwaliteiten, de helende kwaliteiten. En die komen dus in allerlei verschillende producten tot zijn recht. Dan kies je dus inderdaad, hoe krijg je dat renderend? Want ja, elke stap die je neemt in zo'n proces vraagt bijvoorbeeld ook weer investeringen. Nou doen wij veel verschillende dingen en op een gegeven moment ben ik ook wel uitgeïnvesteerd. Dus
het bepaalt wel wat wil je investeren. Kun je dan ook nog dingen vers gaan verkopen? Heb je weer koelfaciliteiten nodig? Of doe je het diepgevroren? Of ga je drogen? Heb je droogfaciliteit? Heb je opslag? Nou, dat bepaalt eigenlijk wat je met die producten doet. Ja, Eline, graag. Volgende. Ja. Hier zie je links paardenbloem. Rechts zie je kliswortel in stukjes gehakt. En dat gaat nou de dehydrator in. Dat wordt verwerkt. Even kijken, in mijn kloffie. Er zit een kloffie, dat is een product. Dat is een soort koffievervanger op basis van geroosterde kliswortel met karok. Ja, leuk. Dat verkopen we dus ook weer in de theetuin en natuurlijk in de webwinkel en in verschillende winkels in de omgeving. En die paardenbloemwortel, nog een aardige klus. Maar dat is bijzonder waardevol als geneeskrachtig kruid. Dat is heel erg ondersteunend voor je lever, galdarmen, andere dingen. Dus dat gaat in een hele mooie detox thee. Ja, volgende graag. Nou, hier zie je kliswortel gedroogd. Dat is een prachtige waskliswortel. Heel waardevol qua gezondheid en ook lekker. Ik kan er hele lekkere dingen mee doen. Het zit in de kloffie, het zit in de drinkbouillon die ik voor de Komrijn-project heb ontwikkeld. En dat is ook de haag die je op het Utopia-eiland als een van die voorbeeldhagen ziet. Nou, rechts op de foto zie je de kloffie, is ook goed zo. Je ziet hier de kloffie van die kliswortel met kaar op. En zo wordt het gepresenteerd. Ja, volgende graag. Dit is een voorbeeld van een soep die maak ik, die verkoop ik in de diepvries. In een onderland streekwinkeltje hier in Wilp. Heel leuk concept trouwens. En hier gebruik ik brandnetel en engelwortel in. En ja, de brandnetels worden ook echt gekoesterd op ons terrein. En dan gaat het erom, heb je mooie stukken waar ze goed te oogsten zijn. Waar je weinig gras doorheen hebt. Stukken die je steeds zelf kan oogsten en afmaaien weer. Zodat je weer nieuwe opslag krijgt. En zo hebben we afgelopen jaar 5 sneden van hetzelfde veldje gehaald. En dat is een mooie oogst natuurlijk. Dus je moet natuurlijk wel even weten hoe je de oogst het beste in het landschap kan faciliteren, zou ik zeggen. Ik denk wel een mooi woord. En hoe je het kan onderhouden en hoe je het kan begunstigen. En ja, dus zodanig kan verzorgen dat ander onkruid niet de overhand krijgt. Dus je gaat met heel andere ogen naar die wilde oogst kijken. Nou, ik maak dus gebruik van gedroogde producten, die kloffie, die drinkbouillon, allerlei soorten thee. Ik ben een groot voorstander van drogen. Ik vind het een mooie conserveringstechniek waarbij de voedingswaarde vaak goed wordt behouden. Het is kleinschalig uit te voeren voor kleinschalig verwerkingen. Hè? Dus voor de boer, als je zelf een droogkast wil maken op je eigen terrein, is dat heel makkelijk. Het vraagt geen grote investering. Dus ik vind dat er hele grote voordelen aan verbonden zijn als je het hebt over kleinschalige streekproducten. Diepvries is natuurlijk altijd interessant. Vers vind ik is ook interessant, maar heeft wat meer haken en ogen. Want je moet denk ik nog beter zorgen dat je een goede afzet hebt op je eigen bedrijf of in de buurt. Je moet het goed aanleveren natuurlijk. En het is natuurlijk beperkter houdbaar. Dus er zitten, ja, vers heeft absoluut mogelijkheden. Wij denken aan gemengde salades. Of Gert-Jan gaat binnenkort de bamboescheuten van ons eigen land ook weer aanbieden. Dat is dan tijdelijk, wordt dat vers aangeboden. Dus dat zijn allerlei mogelijkheden. Ja, het gaat bij mij inderdaad in de soep, in de salade, thee en brood. Pesto maak ik niet meer omdat ik weinig olie gebruik. Maar het is natuurlijk een erg makkelijk product. Het ligt vaak goed bij mensen. Dus het is allemaal heel goed mogelijk. Ja, er is een voorbeeldje. Links zie je op dat schepje, dat maatlepeltje, zie je de specerijenmix. Dat is een ander product wat ik voor het Lekker Landschap heb ontwikkeld. Het bestaat uit 3 wilde specerijen. Kliswortel, berenklauwzaad van de gewone berenklauw en nagelkruid. En links heb ik daar even een receptje bij gemaakt waarin die heel goed tot zijn recht komt. En die rechterfoto, het is allemaal een beetje uit zijn verband getrokken, zie je. Dat is een foto van de drinkbouillon. Dus die drinkbouillon, ook op de floriade te zien, is een instant drinkbouillon groentepoeder. Het is een kuppensoep. Dus het wordt verkocht
binnen het Pomerijnlandschap in potjes. Dat zien we zo nog wel even. En ik maak het ook. Ik produceer het zelf ook als open source partner. En ik doe het in een andere verpakking. Omdat het gewoon binnen mijn theelijn, mijn wilde drankjeslijn past. Dus zo zijn er allerlei mogelijkheden waarom je ja, voor bepaalde verpakkingen bijvoorbeeld kan kiezen. Dit is het potje zoals die drinkbouillon verkocht gaat worden in de Kromerijn, de Lekker Landschap Kromerijn project. Dus er is een ontwerpstenenarm genomen en zo ziet het eruit. En zoals je hier ziet links zit hondstraf in, engelwortel, kraaienloop, zevenblad. Gewone berenklauw, vogelmuur, brandnetel, witte dovennetel of de gele bonte of de paarse. De grote kliswortel en het groot kaasjeskruid. En samen met nog wat andere eenvoudige ingrediënten zijn dat de echte smaakmakers. Nou, zo ziet hij eruit in mijn verpakking. De verpakking die wij doen binnen ons bedrijf. Dus, nou, dat vertelde ik net al. Ik ben eigenlijk de eerste die het op de markt brengt. En sinds kort, ik denk sinds februari. En het loopt heel goed. Ik ben heel tevreden. Hele leuke reacties. Het gaat beter lopen. Mensen komen ervoor terug. Dus, nou, het is erg lekker, vind ik zo. Maar dat is het, denk ik, een beetje. Even kijken. Ja, nou, dit is ook nog wel leuk om te laten zien. Je hebt je producten, je hebt je oogst. In dit geval verwerken wij het ook zelf. En dan moet je de hele handel nog verkocht zien te krijgen. Nou, wij zijn natuurlijk, wij hadden een grote streekwinkel op Hof van Twello. We waren dus een winkel waarin heel veel streekproducenten bij ons verkochten. En we hadden natuurlijk onze eigen producten. Nou, dat hebben wij niet meer. Wij verkopen nu in onze eigen winkeltje in het weekend, in de webwinkel. Maar ook op verschillende plekken in Deventer en in Wilp. Dus het is een luxe lijn, heb ik daarvan gemaakt. Met die etiketjes en ook gewoon enkelvoudige theeverpakkingen. Op een wat simpeler manier. Je diepvriessoep. Gert-Jan verkoopt zijn walnoten nog. Dus wij hebben eigenlijk in het landschap, doen we behoorlijk veel met de, toch met name wilde oogst. En dan ook die walnoten. Nou, dit is het project waar wij in 2010 aan hebben gewerkt. Dat was een prijsvraag. Bij Esmeer, ik weet nog niet meer wat het was. Maar erg leuk. Wij kwamen door de eerste ronde heen met dit project. Biodiversiteit moet je vermarkten met de visie, zoals Gert-Jan dat net heeft verwoord. En wij hoopten eigenlijk daarmee echt in de prijzen te vallen. Zodat we geld kregen om dat op Hof van Twello nog meer neer te zetten. Nou, we werden geloof ik derde of zo. In ieder geval, we kregen niet de volle map die we op hoopten. Maar los daarvan hebben wij het eigenlijk toch op eigen krachten heel erg veel al waargemaakt op van Twello. En doen we het nou ook. Dus ik denk, dit is mijn deel, denk ik. Gert-Jan, ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen. En je moet jezelf unmuten, denk ik. Goed, nou, ik ga nog even door. Ja, houd lokaal. Dat hoort bij het project. Hè. Het project is erop gericht. Het is een open source project, dat Lekker Landschap Kromerijn project. Niet met het idee om dit landelijk uit te rollen. Wat natuurlijk heel vaak een bedrijfsmodel is. Iemand heeft een start-up en hoopt eigenlijk landelijk groot te worden. En wij zeggen, nou doe dat nou niet. Ben een kleine boer, of ben gewoon een boer die voor dat additionele inkomen nog wil zorgen. Met je landschapselementen. Produceer voor je eigen streek. Word je te groot? Hoop dan dat ze in Friesland of in Zeeland of waar dan ook soortgelijke dingen willen doen. Waar ze het daar op de markt afzetten, lokaal werkzamen. Vandaar dat het een open source project is geworden. En we werken nu als team aan een werkboek waarin dat allemaal heel goed wordt uitgelegd. Zodat als andere partners interesse hebben in deze producten of in deze visie, het neerzetten van een korte keten, dat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Dus, Gert-Jan, wil jij nog wat zeggen? Nee, ik wacht wel op de vragen. Oké, dan geef ik het aan Eline, oké? Mooi, dankjewel. Ja,
Nou, mooi verhaal, Laurette. En dit is inderdaad gewoon dus te zien op Utopia Eiland. Hè? Dus we gaan ook kijken van ook op Utopia Eiland de ervaring opdoen van wat betekent dat voor het beheer. Nou, de eerste uitdaging met de droogte hebben we natuurlijk al met de jonge aanplant. En ja, wat betekent dat? En ook die ervaringen kunnen we ook weer meenemen. Want Gert-Jan en Laurette hebben natuurlijk dat heel uitgebreid en lang opgebouwd. En we hebben ook in het project Lekker Landschap een Krom-Rijnstreek gezien. Als je met nieuwe mensen daaraan begint, dan valt er toch veel meer uit te leggen als dat je in eerste instantie denkt. Hè, dus het is ook mooi dat we dat ook op Utopia Eiland tegen kunnen komen en weer van kunnen leren, zodat ons overdrachtsdocument, het werkboek wat we nu aan het maken zijn met het project, dat ook ja, zo echt de fouten, de meest voorkomende dingen echt er ook uithaalt en de casussen, de voorbeelden, dat het ook gaat leven. En wij zijn natuurlijk ook beschikbaar om dat verder te brengen, maar dat basisdocument is straks helemaal openbaar. Ook gekoppeld aan de Floriade en ook via lekkerlandschap.nl. Nou, dus mooi om dit verhaal ook hier te hebben. Ik sluit even af het verhaal rond te maken. Om even terug te grijpen op het Weerwoud Agroforestry programma. Hè, het partnerprogramma, dus van onder andere zoals Lekker Landschap, maar ook partners als Erf of Wildeland Thee. Die hebben ook hun eigen activiteiten die te zien zijn in ons Agroforestry programma. Zelf als Weerwoud hebben we als basis veldonderzoeken bij boeren. En wat je dus ook tijdens het seizoen kan bezoeken tijdens veldexcursies op de onderzoeklocaties. Verder hebben we nog op Utopia Eiland, behalve de gewone rondleidingen voor alle bezoekers, ook vakrondleidingen die je kan aanvragen voor specialistische groepen, agrarische groepen. En als je nog geïnteresseerd bent in agroforestry, maar je bent nog zoekende als boer, kan je ook meedoen in de masterclass op maat, waarbij je dan begeleid wordt in je eigen zoektocht voor een goed haalbaarheidsonderzoek of een eigen plan maken of andere dingen. En we hebben nog natuurlijk een aantal netwerk- en studiebijeenkomsten die ook de sector overschrijden, dus waar we ook de verbanden leggen met het beleid en ook andere sectoren. Dan gaan we eigenlijk boven dat agrarische programma uit, brengen we de kennis die we opgedaan hebben afgelopen jaar of dit jaar, brengen we dan ook in andere sectoren, zodat het de mensen die veel achter het bureau zitten ook echt gevoed worden met praktijksituaties. En dan komen we nu tot de vragen. Wij zijn heel benieuwd naar jouw vraag over agroforestry. En je kan hem delen onder deze video in de commentbox of je mailt hem naar eline@weerwoud.nl, want dan nemen wij jouw vraag mee in onze veldonderzoeken. Dankjewel en graag tot ziens.